Maar eerst door naar de Nederlandse componist Micha Hamel. Hij is een bijzondere gast dit jaar, want hem is gevraagd om voor het Holland Festival een aantal stukken te componeren. En één daarvan heet Requiem. Zijn gekoppeld aan bepaalde teksten. Welke teksten heb je gekozen? Het zijn allemaal laatste woorden van beroemde kunstenaars en wetenschappers. En dat vormt een lange liederencyclus. Die wordt gezongen door Marcel Beekman. En eigenlijk een liederencyclus met piano, waarbij de piano als een soort doodskist langzaam de kerk wordt uitgedragen, waar eigenlijk de liederencyclus ook sterft aan het eind van de kerk. Dat gebeurt ook echt. Dat gebeurt ook echt. We hebben in de Duif heet de kerk. Die hebben we helemaal omgebouwd, dat het publiek langs de lange kant zit. En de muzici die spelen op de balkons, in de crypte, op de gang, buiten, onder de bogen. Dus het is eigenlijk een concert met een 3D-ervaring eigenlijk dan een klassiek concert. Het heet Requiem, maar zo droevig vond ik het niet klinken. Nee, maar sommige mensen zoals Heinrich Heine, die we net hoorden, de Duitse dichter, die had een hele snedige opmerking als laatste opmerking. God zal me zeker vergeven, want dat is zijn beroep nou eenmaal. Dus ik heb eigenlijk telkens de tekst geprobeerd zo goed mogelijk te proeven. Wat wordt er eigenlijk gezegd? Welke toon zit daarachter? Welke tijd speelt daarmee? Ik heb daarom dat lied van Heinrich Heine heel duidelijk in Duitse stijl gezet. Waar ik een andere uitroep van Corot bijvoorbeeld in Franse stijl heb gezet. En zo vormen die liederen eigenlijk een breed palet aan emoties en betekenissen. Ja, en het zijn ook stadia, hè? Want die kist die wordt ook langs verschillende stadia gedragen. Ja, wat zijn die stadia? Die stadia zijn eigenlijk de requiemdelen zoals in de Latijnse mis. Maar die worden afgewisseld door de stadia van rouw die een mens doormaakt bij een groot afscheid. En die stadia die maken wij allemaal door. Daar is psychologisch onderzoek naar gedaan. En dat zijn bijvoorbeeld ontkenning. Dat je zegt, ja, het is niet waar, het is niet waar. Ja. Of dat je woedend wordt
Vaak richt die woede zich ook bijvoorbeeld op degene die het bericht brengt. Op de politieman of op de scheidsrechter in een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld. Richt de woede zich, de frustratie over iets, richt zich op degene die alleen maar het nieuws komt brengen. En dat zien we ook gebeuren. En al die delen hebben dus die verschillende emoties. Die dragen die verschillende emoties. Waardoor eigenlijk het hele palet van wat rouw eigenlijk is, ook naar voren komt in het stuk. En waarom dit requiem nu? Nou, wij leven in een tijd waarin de regering eigenlijk de kunst enorm heeft beschimpt. En eigenlijk ons heeft neergezet als hobbyisten. Dus ik vond het belangrijk dat ik daar een stuk over moest schrijven. Maar is het dan een requiem voor de kunst? Nee, het is een requiem voor een beschavingsideaal dat eigenlijk uitdrukt dat de kunst ervoor zou kunnen zijn, of de kunst ervoor is, de aard en pretentie van de kunst is om de mens te verheffen en tot een beter mens te maken. En dat is eigenlijk in deze nieuwe eeuw is dat niet meer courant. En daarom nemen we afscheid van dat beschavingsideaal. Aan de andere kant is het, dat zie je ook bijvoorbeeld aan de tijd waarop dit programma wordt uitgezonden. Dat is niet meer primetime, maar als het een beetje weggestopt. Zo van dat is lekker makkelijk en veilig. Dan hebben we toch nog een beetje aan cultuur gedaan. Al hebben we er niet echt serieus op ingezet. Dus voor jou moest dit programma gewoon primetime worden uitgezonden? Ja, eigenlijk wel. In een liberaal land waarin het geheel van de menselijke mogelijkheden zichtbaar moet zijn. Ja. Is dat eigenlijk heel belangrijk. Kunst is belangrijk. Maar er is nog iets. Nee, helaas. Oh. Maar we gaan wel luisteren. Er is vast nog iets, maar laten we gewoon nu even luisteren naar een volgend fragment. Jij gaat er ook een rol in spelen, dus ik zou zeggen, neem plaats. Dankjewel. En hier is dus opnieuw een stuk uit Requiem. J'espère de tout cœur. J'espère de tout cœur. J'espère de tout cœur que on peut, que on peut perdre. Que on peut perdre. Het mooie aan rituelen is dat je niet precies hoeft te begrijpen wat er aan de hand is, om te begrijpen dat er iets belangrijks gebeurt. Voor wie alles bewust ondergaat, gaat er een wereld open. In het gunstigste geval wordt er in een ritueel iets tevoorschijn geroepen dat onder de sluier van de werkelijkheid verborgen zat. In dit geval de dood. Hoewel de dood zelf nooit kan worden opgeroepen, aangezien de dood overal en altijd afwezig is. 1, 2, 1, 2, 3, 4, garden. Fast music. Light, light, light. Ready. Ready. Ready, ready for the love finale. Great, 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 great.